Hey mensen, top dat jullie bekijken. Hier achter mij staat de BMP en hij rijdt eindelijk, hè. Ja, dat heeft een hele tijd geduurd. Ik had het ding denk ik al 2-3 jaar staan onderhand. En ja, de motor die was dus niet goed. Die hebben we eruit gehaald, uit elkaar gehaald. Had water in gezeten, altijd met die amfibievoertuigen. Was een beetje jammer. Nieuwe zuigers, nieuwe cilinderbussen en nog een boel meer nieuwe onderdelen besteld. Uiteindelijk ook de brandstofpomp nog moeten laten repareren. Dat heeft een hele tijd geduurd. Hadden we één besteld, werd niet geleverd. Nou ja, iedereen kent het verhaal wel zo'n beetje. En nou ja, toen was het natuurlijk HBM Black November. Is nog steeds trouwens, hè. Dikke kortingen bij HBM. Ja, tot het eind van deze maand. Dus check vooral even de link in de omschrijving. Ga je naar de website van HBM. En, maar HBM die had ons gevraagd, kunnen jullie een speciaal project voor ons maken? En dat we kunnen laten zien bij de winkel. Ja. Dus toen hebben wij de BMP afgebouwd. Toen hebben we hem echt in 4 weken tijd helemaal afgepuffeld. Ja, de motor nog laten testen bij DSP. Maar die was helemaal tip-top met al die nieuwe onderdelen natuurlijk. Vervolgens erin gebouwd. En ja, echt op een valreep. Ja, we hebben echt nog een aantal lange nachten door moeten werken bijna. Maar hij rijdt. Kijk maar eens even. Next morning. Er staan al mensen, joh. Kijk dan. Zo, er staan echt veel mensen al. Thank you.
hij is nog niet helemaal klaar. We moeten nog een aantal dingen doen. We moeten hem natuurlijk nog serieus testen ook, hè. Maar voor het zover is, moeten we ook nog de uitlaat en zo fatsoenlijk aansluiten en nog een paar kleine dingetjes afronden. Ja, want we willen natuurlijk wel eens zien wat hij echt kan, hè. Eens kijken hoe hard hij kan en zo. Hij kan 65 schijnbaar, hè, dat gekke ding. Dus dat, ja, dat wordt leuk. Hij rijdt ook echt heel erg makkelijk. Echt alles super bekrachtigd en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, we wilden jullie nou deze eerste meters niet onthouden. Dus vandaar dat we deze video echt hop in elkaar gebuffeld hebben. Er komt ook nog een video aan van helemaal de reparatie van de motor en zo. En wat dat allemaal in heeft gehouden. Ja, en als je niet kunt wachten, dan moet je natuurlijk gewoon kijken op de werkplaatsvlog. Hè? Want daar staat gewoon het hele project echt tot in detail natuurlijk. Hè? Dus, hey mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.